Kijk, dit is Jan. De distillateur die speciaal voor mij mijn doosjes naar mijn auto brengt. Dit is toch een fantastische treatment dit, hè? Kijk, dit is de etiketteer misschien. Oh, 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 oh. Even opnieuw dan. Pakt alleen een etiketje als er ook een fles achter staat dus. Ja, die stel je hiermee met het ijzeren dingetje af op de fles. Ja. En dan mag je dan maar één etiketje geven als die doorloopt. Hoe bedoel je dus? Eén tikje geven? Nou, als de fles, dan hebben we hier een geef aan dus dat er een etiket komt. Oh ja. Want als je deze niet goed afstelt, dan krijg je ook geen etiket op de fles. Aha, zo werkt. Of je krijgt heel veel etiketten. En dat is ook de bedoeling. Ja. Kijk, daar zijn ze. Dan was mijn eerste gang naar het meisje waar ik zo van hield. Mijn hele leven lang. En als een ander naar die nou net gemaakt, Jan? Brommerijnpunt. Oh, dat ga je nu maken. Of bottelen nu? Nu bottelen, ja. Nu bottelen. We gaan maken niet zoveel herrie. Kijk, bij elkaar, die krijg je over 4.000-5.000 per uur. Het verbrandt en het doet allemaal. Het gaat hier allemaal net als het door je maakt. En hoeveel doen jullie er per uur? 1.500. 1.500. Mocht ik naar de donder gaan. Laat dan op mijn grafsteen prijken. Hij kon niet meer op zijn benen staan. Mocht ik door de drank bezwijken, mocht ik naar de donder gaan. Laat dan op mijn grafsteen prijken. Hij kon niet meer op zijn benen staan. En mocht ik s'nachts op de oceaan, wanneer de stormwind brult, bezopen op de voorplecht staan, de fles nog half gevuld. Ik zijn dan onze marconist, het nood zijn en zo. Dit was een soort van voorloop die je nu deed. Ja, ja. Ja, mijn laatste. Deze bocht kan niet standaard op. Ja? Die is langer. Die is langer, dus die kan niet door het apparaat rechtgelegd worden. Ja. En moet die vol zijn tegen die kant zitten? Nou, dat niet. Laat dan op mijn grafsteen prijken. Hij kon niet meer op zijn benen staan. Mocht ik door de drang bezwijken. Mocht ik naar de donder gaan, laat dan op mijn grafsteen prijken. Hij kon niet meer op zijn benen staan. De fles speelde een grote rol in heel mijn droef bestaan. Omdat ik nooit geen liefde kreeg, ben ik aan de fles gegaan. Mijn trouwe vriend, jij schonk sindsdien mij menig levensles. Ik heb gelachen en geween bij de oude trouwe fles. Mocht ik door de drang bezwijken. Dus nou, doordat hier lucht opblaast, ja? Gaat die bloem eigenlijk, ja, die zet uit, dus die komt helemaal naar binnen toe. Ja? Dan heeft die bloem om die fles op te tillen. Oh, vandaar, dat trekt hij vaak in het principe. Ja, nou, hij blaast. Hij blaast. Ja, ik ben die fles eigenlijk. Ja. Ondergaan, laat dan op mijn grafsteen blijken. Hij kon niet meer op zijn benen staan. En als ik afgemonsterd ben,
dan was mijn eerste gang naar het meisje waar ik zo van hield, mijn hele leven lang. En als een ander naar haar keek, dan flikkerde mijn mes. Dan werd ik om, mijn neus wat bleek, en greep ik naar de fles. Mocht ik door de drang bezwijken. Oké. Hey, succes jongens. Dankjewel voor de... Ja, ik moet haar verhaal, anders kan ik het niet doen.